crisistijd ontkomen we niet aan de stress. Er is onrust, chaos, controle ben je verloren, angst, onzekerheid. Ja, iedereen krijgt natuurlijk op zijn eigen manier mee te maken. Ik vind het wel vrij dramatisch, hoor, wat jullie allemaal aan het roepen bent. Maar er zijn veel methodes om deze crisistijd door te komen. Bijvoorbeeld met mindfulness. Ja, wij praten daarover met Caroline Bongers uit Lelystad. Caroline, goedemorgen. Goedemorgen, Jolien en Leo. Ja, jij bent mindfulness trainer. Maar misschien voor de mensen die er echt nog nooit van hebben gehoord. Mindfulness, wat is dat nou precies? Nou, mindfulness kun je eigenlijk zien als een techniek om met meer aandacht door het leven te gaan. Dat is eigenlijk heel in het kort. Oké, maar wat is die techniek dan precies? Hoe kan ik dat doen? Nou, wat je kunt doen is door bijvoorbeeld met aandacht voor de ademhaling gaan zitten. En wat je dan gaat merken is hoe jouw lichaam daarop reageert. En als je dat regelmatig oefent, dan zul je merken dat dat een bepaalde kwaliteit toevoegt aan je leven. Oh, wat voel je dan? Nou, in ieder geval voel je bepaalde signalen van je lichaam die je normaal misschien wel negeert. Dat kan bijvoorbeeld wat spanning zijn op de borst of in je buik, wat hogere spierspanning. Maar door daar wat aandacht aan te geven, kun je dat wat verzachten. En moet ik dan echt op zo'n yogamatje gaan zitten of kan ik dat ook tijdens het ramenlappen doen of zo? Nou, misschien is ramenlappen niet direct de juiste activiteit om het mee te gaan oefenen. Maar als je heel gevorderd bent en je kunt dan met heel veel aandacht je ramenlappen, dan zou je het ook dan toe kunnen passen. Maar wat is dan wel geschikt voor beginners, zeg maar? Nou, zo meteen gaan we even een oefening doen met zitten voor de ademhaling. Als jullie dat filmpje even laten zien voor een stukje. Ja, dat kan en dan niet kun vinden, je dat gewoon eens even meedoen. Oh, okay. Kun je niet vinden? Nee, ik kan het niet vinden. Doen. Zeg maar wat we moeten doen. Dan gaan we het gewoon nu doen. Oké, nou, zorg dat je rechtop zit op je stoel. Ja? Ja, ik heb een beetje een raar stoeltje, maar ik ga even goed zitten. Ja. Dat geeft niks. En je plaatst je voeten stevig op de vloer. Ja. Ja. En je armen laat je losjes langs je lichaam hangen. Oh. En je handen die leg je plat op je bovenbenen of in je schoot. Mm-hmm. En als je wil mag je je ogen sluiten. Ja. En moet misschien af en toe wel wat zeggen, anders gaat er hier muziek in één keer. Snap ik. Oh, oké. Dan hebben we zo'n noodsignaal. Nou, en dan adem je rustig door. En als je dan zo eventjes zit met je ogen dicht en je hebt alle externe prikkels uitgeschakeld, dan merk je dat die ademhaling al wat meer op de voorgrond komt. En misschien merk je dat je wat hoog in je ademhaling zit of dat er nog gedachten zijn. En als je dan kijkt of je gewoon rustig doorademt, misschien dat die dan ook wat verdiept, die ademhaling. Nou, dat moet ik bekennen, Caroline. Mijn ademhaling zit altijd al laag. Want dat heb ik ooit geleerd. Zei ze, als jij op de radio gaat praten, moet je goede ademsteun geven. Net als mensen in de koor, die kunnen dat ook, hè? Goede onderlinge ademhaling. Ja, klopt. Nou, er zijn altijd basisvaardigheden die mensen natuurlijk hebben. En ademhaling is altijd daar. Hè? Dat doen we vanaf het begin van ons leven tot op het einde. Dus dat is een heel mooi instrument om jezelf te helpen om wat aandachtiger door het leven te gaan. Ja, want babytjes kunnen dat ook, hè? Onderrif ademhaling. Maar daarna komt er een tijd in je leven, dan ga je in de borst ademhalen. Waarom doen we dat? Ja, nou, dat is heel interessant waarom we dat doen. Ja, stress van buitenaf. En als we dan niet leren hoe we daarmee omgaan, en de een die gaat er wat gemakkelijker mee om, kan dingen wat meer van zich af laten glijden, en de ander trekt zich dingen wat meer aan. Mm-hmm. En ja, zo ga je toch wat spanning ontwikkelen. Ja. Als je daar niet op tijd wat mee doet. Juist nu hebben heel veel mensen toch wel extra spanning natuurlijk in deze tijd. Nope. Ja, absoluut. Ja, klopt. Ja. Dus dan kan het heel behulpzaam zijn om bijvoorbeeld zo'n ademhalingsoefening te doen. Maar er zijn nog veel meer meditatietechnieken voor van de mindfulness, waarmee mensen zichzelf toch wat ontspanning kunnen brengen. Ja, maar ik zie me dit zelf nou niet thuis direct met mijn pubers doen, moet ik heel eerlijk bekennen, Caroline. Met z'n allen. Nee. Nou, er is ook mindfulness voor jongeren. Oh ja. En nou is het zo dat er mindfulness trainingen worden aangeboden. Nou, in deze periode is dat natuurlijk een beetje lastig om dat face-to-face te doen. Nou. Maar er zijn ook apps die je kunt benutten, zoals Headspace. Nou, er staan allerlei meditaties op. Daar kun je gewoon mee beginnen. Daar heb je verder geen voorkennis voor nodig.
En als het je aanspreekt, dan kun je altijd nog later besluiten om een keer een 8-weekse training te gaan doen. Okay. Dat is eigenlijk de basis, het uitgangspunt om verder bedreven te raken in de mindfulness. Maar wat ik zelf het mooie vind... Ja? Ja, het is nu wel zo dat de stress die er nu is bij gezinnen thuis is... omdat de kinderen dag en nacht over de vloer zijn, ze gaan niet naar school. Eén van de twee, of misschien wel allebei de ouders... die zijn ook thuis omdat ze thuis moeten werken. Dat geeft stress. En om nog een tandje erger te gaan... er zijn gewoon inkomens die wegvallen in gezinnen. Ja, omdat klopt, je door de coronacrisis niet naar je werk kunt... of dat werk is er gewoon niet meer. Nee, dat klopt. Nou, de bankrekening wordt toch niet dikker... als ik mijn ademhaling oefening doe? Nee, dat klopt. En het enige wat je in deze tijd kunt doen... is kijken hoe je jezelf kunt verhouden... tot de situatie die zich aandient. Hè? En dit is nu een hele extreme situatie. Dus dat is best heel uitdagend. Maar als je even een momentje voor jezelf vrij kunt maken... om even op jezelf te zijn. Al maak je een wandeling of in het voorgesprek kwam een fietstochtje al even aan bod. Ja. Ga je wandelen of fietsen met de zorgen in je hoofd... of probeer je met aandacht de wandeling of de fietstocht te maken... dat je daar aan het fietsen bent of aan het wandelen bent. Ja, ja, ja. Misschien dus wat straks... ook voor de omgeving. Juist. Je moet gewoon straks heel goed om je heen kijken als je terugfietst. Nou, dat doe ik ook altijd. Maar het is dus niet zo dat de problemen je daarmee oplost... maar jij kijkt dan wat ontspannender aan tegen de problemen. Dat is jouw devies. Nou ja, dat is in ieder geval wat mooi is als dat lukt. Hè? Dat lukt natuurlijk niet altijd. We zijn natuurlijk altijd, we blijven mensen. En, maar een mindfulness oefening kan gewoon behulpzaam zijn om net even wat anders te kijken naar een situatie. Hè, wanneer je in de stresssituatie zit, nou, dan is het allemaal heel spannend. Trek je even terug en ga je even aan zelfzorg doen, hè, zoals ze dat dan mooi noemen. Ja. Dan kun je daarna weer met een frisse blik kijken naar wat er is. En kun je misschien net ietsjes anders relativeren. Waardoor het niet veranderd is, maar je verhoudt je er anders toe. Ja, precies. Het is geen oplossing biedt het, maar een beetje verlichting, Leo. Ik denk dat je het zo moet zien. Ik neem het mee. Maar nou ja, en ik zie het ook als een toevoegen van de kwaliteit van leven. Hè. Wat je doet, hè, of je die fietstocht maakt of die wandeling. En je doet het met aandacht, heb je een ander soort fietstocht. Andere wandeling als wanneer je loopt te malen en zorgen loopt te maken over wat er toch al is en wat je niet verandert. Want wij kunnen nu de situatie niet veranderen. Nee, helaas niet. Je begon met de ademhaling, dat is natuurlijk de basis van alles. Maar heb je nog meer tips en trucs die ik eventueel online kan vinden? Want naar je toe gaan, dat gaat even niet. Nee, dat snap ik. En je kunt sowieso naar mijn website gaan. Dat is www.mindfulnessinbusiness.nl. En daar vind je iets meer informatie nog. En de app die ik net noemde, Headspace, daar kun je allerlei meditaties vinden. En als je meer informatie wil, kijk even op mijn site. Stuur me een berichtje en dan vertel ik je graag meer. Oké. En dan geven we er graag een vervolg aan. Goed zo. Hey Caroline, dank voor nu. Was het heel stressvol voor je, dit gesprek? Of valt het mee? Nee, dat viel mee. Ik had me goed voorbereid. Dat scheelt. Goed zo. Oh, gelukkig. Hey, dankjewel. Fijne dag, hè?